zinnig als hij eruit ziet. Ik zit hier in Bugenhout, de meest gemiddelde gemeente van Vlaanderen, op de grens van Oost-Vlaanderen, van Antwerpen en van Brabant. Hier wordt ook het kwakbier gebrouwen. En wie drinkt het kwakbier en bij welk gerecht kan je het beste kwak drinken? Wel, dat ga ik vandaag voor jullie uitzoeken. Allee, u! Voor ik erover praat, wil ik het eerst even proeven. En daarom heb ik afgesproken met biersommelier Ben Vinken en proever van dienst acteur Paul Goossen. De kwakglazen. Dat moet je er eerst uitnemen, want anders ga je ongelukken hebben. En voorzichtig, voorzichtig. En als je dan wat doorgeeft, ja, dan komt dat schuim oeps, direct naar boven. Dus ik moet op tijd stappen. Wil jij eens proberen? Ja, zeg. Alsjeblieft. Oké. Rustig, voorzichtig. En nog een beetje erbij. En voilà, het is genoeg. Voilà. Dat gaat perfect. Drink jij vaker bier? Ik drink vaak bier, ja. Absoluut. Ik trek veel het land rond voor mijn werk. Ja. En ja, ik vraag overal van, wat zijn de specialiteiten van het dorp en de streek. En de waard komt dan altijd weer speciaal af. Van, oh, dat heb ik nog niet gedronken. Dan ben ik altijd wel blij dat er weer iets nieuws op mijn tong terechtkomt. Want ik drink heel graag bier. Ja. Met mate. Yeah, come on, boys. Ivo, vanwaar die vreemde vorm in dat glas? Wel, de tijden van Napoleon heeft een wet gemaakt waarbij de koetsier niet van zijn bok mocht afgaan tijdens de stoppen aan de herbergen. En omdat de koetsier zijn kwakbier zou kunnen genieten tijdens het rijden, hing dit glas aan de koets te bengelen. Is die vorm van dat glas dan nog veranderd? De vorm is historisch. Wij hebben juist de oude steun erbij gevoegd om het te kunnen gebruiken in de herbergen van Ede ten Dale. Dus hier ruiken we lekkere mout. De kleur is echt, van onder zie je diep amber, hè, het zoethout. En dan neem je een goede slok. Een beetje zoethout, hè, dat over de tong rolt. Ja. En in de afdronk proef je eigenlijk gekarameliseerde banaan. Je moet alleen maar opletten dat je niet te veel doordrinkt, want dan krijg je gewoon een kwak-effect op het einde en dan ligt heel die kraak vol bier. Ja, natuurlijk. Dan niet liggen als je thuis komt van ik heb helemaal niet op café gezeten. Wat wordt er nu meestal bij gegeten? Wel, dit is een bier dat best past bij gegrilde vleesgerechten. Omdat die smaken mooi harmoniëren. En bedoel je dan eerder wit of rood vlees? Een rood vlees, ja. Rood vlees. Een entrecôte of een steak. En jij als vegetariër? Wel, ik zou het registreren bij een slaatje met nootjes, rozijnen en misschien een vleugje roquefort of die zaken, zware Franse kaas. Ik denk dat er perfect bij gaat. En Ivo, wanneer geniet jij dan het meest van jouw kwakje? Wel, om eerlijk te zijn, ik geniet meest van een kwak tussen 11 en 12 uur. Dan vervang je het door de soep, want dan heb je je smaakpapillen zijn dan het beste van de dag op tussen 11 en 12 uur. En dat is voor veel personen zo. Als het bier dan toch zo speciaal is, ben ik wel benieuwd naar de mening van de mensen. Ik trek mijn stoute schoenen aan om het op de man af te vragen. Kwakske? En wat zou u daarbij eten? Ik vind een bier op zichzelf, er moet niks bij. Heel lekker, hè? Frietjes. Ik ben geen miele zoete. Ja. Vast mogelijk bedoel ik. Stoofvlees misschien? Meneer, u ziet er me echt uit als een bierkenner. Ik denk bij dit bier dat elk soort van stoofpotje wel passend zou zijn. Ik drink bier, liever bier voor of na het eten, maar niet bij het eten. Wel, schoon. Dank u wel. Voor meer vrienden. Ik krijg hem. Voilà.
Ja, veel wijzer word ik hier niet van. Maar misschien kan mijn Carlo meer vertellen over het combineren van bieren en gerechten, wat men heel trendy food pairing noemt. Wel, in die zin is dat we vroeger kookten met bier. En nu gaan we dus bier bij een gerecht serveren. Wat gaan we precies maken? Tartaar van kalf met daarop een gekarameliseerde paling. En dat wordt afgeweekt met een klein beetje wasabi-mayonaise. Daar komt een stukje toast bij. En afgeweekt met een licht groentesluitje met wat kruiden bij. Kerf het vel heel lichtjes in. Dan blijft hij mooi vlak liggen. Die paling moet eerst gebloemd worden. Peper van de molen. De paling goed aan alle kanten kleuren. De volgende stap dat ik ga doen is die paling karamelliseren. Dus we beginnen met wat honing. En hier moeten we toch wel opletten dat we snel werken. Oestersaus, even blussen. Rijstanazijn, wat sake. Klaar beetje vissaus. Wat ketchup. En wat sojasaus. Nu gaan we het bord dresseren. We hebben al onze ingrediënten klaar, voorbereid. Zacht, maar spicy ook. Dus kruidig. Ja. En toch overwegend zacht, zodanig dat het een mooie complementaire food pairing is. Met het bier. Met het bier, ja. Je kan het recept nog eens rustig nalezen op deze website. Volgende week ben ik er weer en dan proef ik Duvel. Exclusief bij Okoe. 60 Belgische streekbieren in flessen van 75 centiliter. In het